De vierde dag van de Rotterdamse Zesdaagse is de Amstel Horecaavond. Begint met het voorstellen van de topploegen, met de Buistenketelen, met Rasmussen Morkov en met Terpstra Keijsen. Als de mannen zijn voorgesteld, zal de wedstrijdleiding met Zeilaert Scheppert zijn van vertrek geven voor de afvalwedstrijd. Afvallen is zeer populair in 2015, vooral in het begin van het jaar. Dan moeten de overtollige kilo's eraf. Dat is bij de renners natuurlijk niet het geval, maar die proberen het kaf van het koren te doen scheiden. Uiteindelijk blijven topkoppels over en dat zijn in dit geval Rasmussen Morkov. Die gaan het opnemen tegen Keijsen en Terpstra. En het zijn de Denen die ook dit onderdeel winnend gaan afronden. De Denen die hier inderdaad de maat nemen van Keijsen en pakken hier belangrijke punten. Zegen dus voor het AD. Dan zien we de huisband, de mannen van de Kik, weer met twee mannen op het podium. Waar zijn de drie anderen? Die zijn geen nieuwjaar aan het vieren. Nee, die komen uit het dak van Ahoy en die gaan de zaak completeren. En als ze compleet zijn, dan zingen ze, hey, kom van dat dak af. Nou, dat is voor de renners niet het geval. Die komen ook niet van de planken af. We zien allemaal een heel mooi duel. En dan zien we dus dat Keijsen en Terpstra hier als winnaars zich laten bejubelen. De sprinters zijn er ook. Een Griek tegen een hele jonge Nederlander. En die Griek probeert die Nederlander er over de knie te leggen. En die Griek zegt, huppakee, een overwinning is voor ons. Die Grieken zijn niet te onderschatten. Dan gaan we naar de ploegkoers. Die gaat over 40 minuten plus 10 ronden. Knallen is de boodschap, want de rivaliteit is nog steeds stroef. Wie gaat het halen? Wie gaat het doen? Wie gaat het maken? De topfavorieten zijn bekend. Muntaner Torres, de wereldkampioene. We hebben Rasmussen met zijn maatje Morkov. We hebben de Buist en de Ketelen en Keijsen Terpstra. De spanning is te snijden. Het mes hebben ze tussen de tanden. Het motto is, ik zal aanvallen. En dat gebeurt tijdens deze jacht ook regelmatig. Want de beuk gaat er op een geweldige manier in. Het publiek was inderdaad laaiend enthousiast, want er was sprake van een prachtige koers. Een prachtige koppenkoers die inderdaad met het belgeluid uiteindelijk wordt afgerond. We krijgen de slotgalop en we kijken naar die Denen die daar in een prachtige demarrage tekeer gaan. En ook dit onderdeel weer op hun naam brengen. Morkov Rasmussen, ze stond geen maat op. We kregen de huldiging van de Buist en de Ketelen, want zij pakten in het laatste onderdeel de puntenkoers nog een bonusronde, waardoor zij met 205 punten en een rondevoorsprong aan de leiding gaan. Rasmussen en zijn maatje Morkov hebben 207 punten, 2 punten meer, maar een ronde achterstand. Ook een ronde achterstand voor Keijsen en Terpstra, hebben 190 punten. Maar zij zijn heel dichtbij in bonusronde en zitten dus in de wachtkamer. Op de vijfde dag van de Rotterdamse Zesdaagse in het Manhattan aan de Maas. Spanning verzekerd.